Joshua, wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Ja, bij Kennaden mogen ze zelf de boodschappen niet meer doen. En de buurtmarkt schijnt er op een of andere manier voor ze over te nemen. Nou, we gaan eens buurten bij de buurtmarkt. Dat lijkt me een verstandig plan. Hé, Joshua, ga je mee? Zeker weten. Okidoki, daar ga je. De buurtmarkt is een arbeidsparticipatieplaats waarbij wij cliënten dagbesteding geven. Maar dat doen wij met een supermarkt, een ambachtelijke bakkerij, een bezorgservice en natuurlijk een binnen- en een buitenterras. Het is allemaal een beetje anders dan normaal. We hebben eigenlijk geen cliënten nu. Dus wat dat betreft liggen we eigenlijk stil. Maar aan de andere kant, de supermarkt is wel gewoon open. Dat behoort tot de vitale beroepen van Nederland. Nou, de bakkerij ook, die draait volle toeren. De bakkers die bakken elke dag vers hun brood. Dus dat gaat ook gewoon door. En de bezorgservice gaat ook door. Dus we rijden al het brood en alles rijden we nog weg. Alleen het terras, het binnen- en het buitenterras, ja, dat ligt stil. Dus alle horeca is stopgelegd. Waarom heeft de buurtmarkt zich aangeboden om Kemnade te helpen? Normaal gesproken werd Kemnade bevoorraad door Jumbo of door Albert Heijn of door een andere supermarkt. Maar goed, heel Nederland die ging ook in één keer bij Albert Heijn en Jumbo bestellen. Met als gevolg dat de goederenleveringen, dus de boodschappen, voor Kemnade in gevaar kwamen. Dat zou te lang gaan duren dan. Toen is er een clubje met vrijwilligers geweest en die heeft dat opgepakt. Nou, op een gegeven moment werd duidelijk dat wij dat ook heel goed kunnen doen. Dus we hebben de vrijwilligers die dat deden, ingelijfd zeg maar, bij ons. Dus die helpen nu mee. En de boodschappen die verzamelen wij nu hier in de buurtmarkt. En onze bezorgservice brengt de boodschappen weg. Ja, het gaat zo dat wij op donderdagavond, uiterlijk vrijdagochtend, krijgen wij van elke groep een mailtje. En daarin zetten ze, als het goed is, op volgorde welke boodschappen ze nodig hebben voor de hele week. Dus ze krijgen of op dinsdag of op donderdag krijgen ze een levering. En die geldt voor een hele week, moeten ze daarmee doen. We zetten het bij de deur, dus we bellen netjes aan, we nemen gepaste afstand en dan wachten tot de spullen binnen zijn en dan gaan we naar de volgende afdeling bij Kemnade. Ik ben gevraagd naar aanleiding van de sluiting van de horeca, dat we daar nu wel geen werk meer hebben bij Bliksem, om te kunnen ondersteunen op andere locaties, of ik daartoe bereid was. Nou, heb ik aangegeven dat ik dat prettig vond en met die reden ben ik hier terecht gekomen. Dan ben ik inmiddels een paar weken hier actief. Ik vind het hier een super team. Ik werk hier met veel genoegen. Ik leer nieuwe mensen kennen. En ik vind eigenlijk het mooiste om een keer ook bij een ander bedrijf te kijken hoe het hier werkt. Want doe je zo bij de buurtmarkt nu er geen cliënten zijn? Ja, ons vervelen, want we missen de cliënten natuurlijk. Maar nee, wij proberen de winkel draaiend te houden, zodat als de cliënten terug kunnen komen, dat er ook nog een winkel staat. Ja, het is rustig. Ja. Het is minder druk dan anders. Normaal lopen er meer cliënten rond, meer wie helpen. Dus ja, ik vind het wel balen. Ik mis toch collega's waar je normaal contact mee hebt, ja, die zie je nu niet. Ik woon op mijn eigen. Ik woon niet in een woongroep en ik kan hier met eigen vervoer komen. Daarom mocht ik weer beginnen met werken. Ik stond echt weer te popelen om dat ik weer mocht gaan werken. Heb je nog iets wat je tegen medewerkers of cliënten van Purijn wil zeggen? Proberen van de mooie dingen die we elke dag wel geboden krijgen, zoals mooi weer en andere positieve dingen, die te benaderen en die proberen vast te houden. En als we dat met z'n allen doen en we houden ons eigen aan de afspraken, dan hoop ik dat we zo snel mogelijk weer allemaal onze dingen kunnen gaan doen zoals we die gewend zijn geweest voor de coronatijd. Wat zou jij willen zeggen tegen je collega's? Ja, dat ik ze toch wel een beetje mis. En dat ik hoop dat ze snel weer ook weer mogen werken. Nou, bij de buurtmarkt en bij Kemnade schijnt alles in orde te zijn op deze manier. En het interview, dat ging ook helemaal super. Ja, dat vond ik ook. Heb je nog vragen over het coronavirus? Mail dan naar corona@plurijn.nl en dan komt alles weer in orde. Hey Joshua, bedankt en tot ziens. Houdoe, hè. Houdoe.